dames en heren. Ik vraag u een ovationeel applaus voor Foppe de Haan. Het is ook zo dat je in het begin heb je ook altijd de neiging om jouw stempel erop te willen drukken. Jij, want ik ben zo, weet je wel. Terwijl het misschien wel is dat je wel veel meer rust in je dingen moet zien te krijgen om het echt te laten indalen. Als je bereid bent om die meters daar te maken en vooruit te pressen. Ik denk dat iedereen makkelijker vooruit druk zet dan 60 meter terug moet sprinten om twee bussen te parkeren voor de eigen 16. Maar dit kost ook energie. Dit kost zeker energie. Meestal een eentje ook weer vol. En ja. Dit. Dus als er eentje afhaakt, even gek gezegd in topvoetbal, dan ben je gezien. De allerbelangrijkste is totdat de tegenstander weer in zijn organisatie is. Dat is voor mij omschakelen. Dus ik moet trainen mijn team om te zorgen dat ze voordat de tegenstander terug in de organisatie is, al herkent hoe kan ik effectief zijn in omschakelen. Juist, dit is heel goed opmerking. Dit is wat je heel veel ziet, dat zie ik ook heel vaak in de Nederlandse competitie, dat de zone, iedereen neemt dat heel letterlijk. Dus wij staan in de zone, wij zijn eigenlijk heel gericht aan de bal, wij zijn niet op voorvoeten, wij zijn niet gedraaid naar de kant van de bal. Lokken. Ik hou ontzettend van lokken. Alle rondeltjes die we spelen zeg ik alleen maar kort, 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 kort. Ze stappen in, er komt een poortje open, er tussendoor. Dus lokken, lokken, lokken. Tik, tik. Ik zeg altijd links is rechts, rechts is links. Midden is buiten, buiten is midden. Ja, maar als jij tegen Napoli scoort speelt, dan ga je zeker niet via de as. Het is afhankelijk van hoe de verdediger. Ik zou zo'n filmpje zien. Dus ja, als ik in de eerste divisie de eerste bal naar voren heb, dan de verdedigers winnen altijd. Hou ze het breed, dan kan ik daar weer mensen achter posteren die dan ook weer. Dus wij moeten jongens daar hebben in die lijn erachter dat je die bereikbaar kan maken. En daar trainen we op. Dat doen we een paar trapvormen en met positie spelen. En dan gaan we het zien.